Het is vlak voor de wedstrijd, net gestopt met regenen. Net op tijd voor een mooie voetbalmiddag, zou je zeggen, op Ter Spekke. Hagari. Uit de spits gezakt. FC Lisse combineert aardig, wat heet. Perspectief en de vroege treffer. Van Mohamed Saoud. Op aangeven van Koen Fokkema, die daarvoor uitgebreid bedankt wordt. En de stem die u hoort is van Jan Kees Vaas, de speaker van FC Lisse. Die een dag eerder 50 is geworden. En dus maar één wens heeft als verjaardagscadeau. 3 punten voor FC Lisse. Rick van den Burg, de doelman van Capelle, geklopt. En trainer Ronald Klinkenburg van de bezoekers, niet tevreden. Lisse zet door. Hoekschop belandt weer voor de voeten van Van Heulen. En Weijers met het kopballetje. De centrumverdediger van FC Lisse samen met Tom Zoontjes. Wanneer laat Capelle wat van zich zien? Nu dan. Gefloten en een strafschop. Dat lijkt op een makkelijk gegeven penalty. En een gele kaart bovendien voor Kevin Weijers. Hier in de herhaling te zien dat er eigenlijk niets gebeurt. Een cadeautje voor de Capellenaren. Dat mag worden uitgepakt door Lucas van Oeveren. Maar gebeurt niet. De Vries hoeft niet in te grijpen. Bal eindigt boven hem op de dwarsligger. En het Lissers publiek is er blij mee. Aanval nog niet definitief gesmoord. Vanuit de tweede lijn lukt het ook niet voor Van den Bos. Hier dan, hier wel. En weg is die gemiste strafschop. Gert-Jan Rotman zorgt voor de 1-1. Van een tumultueus begin van dit duel. Zou het een voorbode zijn? Rotman op de goede plek, de man van de traptechniek. En krijgt Capelle dan de geest. Het lijkt er wel op, zo. Peter de Lange. De centrumspits van Capelle. Krijgt de handen op elkaar en terecht. De Vries ver voor zijn goal, maar dan is dit niet minder mooi wat de Lange doet. Bijzonder veel gevoel. En de goalie van Lisse is geklopt. Voor de tweede maal. En zo staat Capelle plotsklaps van 1-0 achter met 2-1 voor. En hier wordt het bijna erger. Gert-Jan Rotman. Maar de Vries is op zijn post. En Salde is beducht voor de tegenstander. FC Lisse moet zich herstellen. Met Messaoud, de man van de 1-0. Vermeulen. Goeie beweging. Oh, Vermeulen. Wat een heerlijke actie. Had een beter lot verdiend. Buitenkantje rechts. Maar FC Lisse kijkt bij rust tegen een 1-2 achterstand aan. Op het eigen Ter Spekke. Messaoud. Soepu Sepa. Aan de overkant wacht Vermeulen. Kapt zijn tegenstander uit. En nog een keer. Mooie actie. En Hagari, zo. Wat een heerlijke aanval van FC Lisse. De vooractie van Vermeulen mag er zijn. De afronding van Hagari ook. En dat is de gelijkmaker. En zo begint Lisse nog beter aan de tweede dan aan de eerste helft. Nog geen 80 seconden onderweg. En hier wordt het bijna 3-2. Maar houdt Van den Burg stand in het Capelse doel. Jalins. Bal blijft liggen. Rotman. En de Vries is weer attent. Kan beide kanten opvallen deze wedstrijd. Ook al is Lisse dan de ploeg die het meest aandringt. Hier weer met Hagari. De actie en de afronding. Schiet wel op doel, maar had misschien wel moeten scoren.
bij Nieuwen nummer 9, Mark Salden Marrewijk. Reageert, die wisselt een verdediger voor een aanvaller. Buis eraf en Mark van Marrewijk erin. Disse dus duidelijk op jacht naar 3 punten. Maar aan de andere kant ligt hij in het netje. Weer zo'n gekke goal. Nu is het Lucas van Oeveren die in de ippon wordt genomen door een ploegmaat. Zou menig judoka jaloers op zijn. Beetje geluk. Bal nog van richting veranderd. En Lisse staat zo met 2-3 achter. Met Saoud dan. Oh! Was het zo bedoeld? Waarschijnlijk niet, maar dat maakt het niet minder fraai. De tweede treffer van de middag. Over alles en iedereen heen, inclusief Van den Burg. En dan wordt het opeens een beauty. Wat een knotsgekke wedstrijd. Salden blijft er ijzig koel onder. En Lisse ruikt bloed. Is duidelijk niet tevreden met een punt. Moet wel opletten dat Capelle niet met de punt aan de haal gaat. En Supusepa tot 2 keer toe op de doellijn. De tweede keer had hij het zelf waarschijnlijk niet eens door. Maar hij redt zijn ploeg wel, de linksback. Nog altijd spelend op de plaats van de geblesseerde Roel de Goede. Overtreding op Hagari. Bal weggetrapt door Van Nieuwstad. Daar wijst ook scheidsrechter De Waard naartoe. Dan gaat hij een gele kaart voor trekken. Van Nieuwstad, die heeft er al een. Dus dat betekent einde wedstrijd voor de oud-prof. Ondanks hevige protesten bij Capelle. In de blessuretijd van de wedstrijd moet de ploeg in het groen met 10 man verder. Door deze actie van Nieuwstad. Protesten weerlegd door de scheidsrechter. Vrije trap resteert. FC Lisse dichtbij. Komt nog een hoekschop. Allerlaatste wapenfeit van dit duel. Nog een paar seconden te spelen in de blessuretijd. Korte variant. Met Saoud dan weer. Het is Van Marrewijk. Hij doet het. Hij bezegelt het lot van Capelle en schiet FC Lisse naar dolle vreugde en 3 punten. De Lissenaren gaan zo de top 3 binnen. En uiteindelijk dus een ultieme climax. Lisse wint met 4-3.